Ja, voorzitter, ik heb wel eens gedacht deze zomer en voor deze zomer moeten we Remkes niet gewoon de sleutels geven van het torentje. Want het is al de derde keer dat Remkes de minister-president redt op het stikstofdossier. Eerst in 2019 lag er een duidelijk advies: niet alles kan. Toen met de vorming van dit kabinet, toen kwam er 25 miljard bij hoe het op te lossen. En nu staan we hier een half jaar later, geen minister meer, geen perspectief en we moeten weer wachten op Remkes.